Hoi, leuk dat je kijkt naar deze budget look. Het is een romantische look die zeer geschikt is voor bijvoorbeeld Valentijn of een date. Ik begin met deze, van mij primer van Yves Rocher. Dit is de Perfecting Toning Lotion. En ik gebruik hem als primer en ik zal binnenkort een extra video voor opnemen. Dan ga ik met de Kiko Eraser en de Dark Circle Concealer. Die meng ik samen en hiermee probeer ik mijn vreselijke wallen van dit moment weg te werken. Ik was hier echt best wel moe, ik had een slechte nacht gehad en een paar dagen later kreeg ik ook nog griep. Dus ja, ik zat niet helemaal lekker in mijn vel, maar toch even een video opgenomen. En blijven lachen natuurlijk. Dit is de Kiko Hydrating Foundation. En die is heel erg fijn voor een droge huid. Ook als je huid dus moe is en wat mat, frist die echt op en geeft die een hele mooie glans. Ik meng hem altijd gewoon in de huid met mijn vingers. En daarna pak ik straks mijn Real Techniques Miracle Complexion Spons erbij. Om nog een beetje extra in te blenden en de randjes goed mooi over te laten lopen. Ja, probeer gewoon lekker te gaan voor een mooie look waar je je comfortabel bij voelt. Voor mij is een romantische look, vooral als je echt maar een eerste date hebt, zou betekenen gewoon dat ik er natuurlijk, zo natuurlijk mogelijk probeer uit te zien. En tikje romantisch. Ik ga straks echt een beetje met roze werken. Zachte kleuren, ook niet een heftige lipstick. Maar dat is natuurlijk helemaal waar jij je prettig bij voelt. En hoe jij bent. Draag je altijd heel veel make-up? Dan moet je dat nu ook gewoon lekker doen voor een date of Valentijn. Is helemaal up to you. Ik ben ondertussen mijn wenkbrauw aan het invullen met het Catrice wenkbrauwsetje. Het is een budget look, dus alle producten die ik vandaag gebruik, met uitzondering van de tools dan, die zijn budget. Ik kam altijd mijn wenkbrauwen nog even door om zo mooi en natuurlijk mogelijk effect te maken. En dan ga ik door met deze Kiko Cream Shadow. Die heb ik nog niet zo lang, maar daar ben ik echt heel tevreden over. Dit is een hele mooie beige gouden shimmery kleur. En die gebruik ik eigenlijk echt als basis, want we gaan straks met matte kleuren werken. Zo wordt je matte kleur niet enorm mat, maar blijft hij vooral ook heel erg goed zitten. En ik gebruik deze kleur dus ook als highlighter en daar is hij heel mooi voor. Dus hij gaat ook op de jukbeenderen en dat geeft een heel mooi effect. Zacht glanzend effect. En overig product gaat nog een beetje tussen de wenkbrauwen, op de neusbrug en bij de cupidoboog. En dan is dit mijn favoriete blush van Catrice. De Multi Matte Blush in de kleur La Lavender. Een hele mooie matte kleur, maar vooral ook een hele... geeft gewoon een prachtige kleur af aan de wangen. En heel verbazingwekkend misschien voor jullie. Ik ga deze blush ook gebruiken als oogschaduw. En dat maakt deze look extra budget eigenlijk. En je ziet dat ik nu wat donkere kleur pak in mijn crease. En die blend ik even goed. En dan gebruik ik de eneligste kleur voor mijn bewegend ooglid. En die gaat eigenlijk ook een beetje over het glitterige heen. En dat geeft juist een heel mooi, eigenlijk satijnen glans aan het geheel. En de lichtste kleur gaat onder mijn wenkbrauwbot en even in de binnenste ooghoek. En dan gebruik ik de donkerste kleur nog voor onder mijn wimperrand. Om het wat intenser te maken. En de donkere kleur gebruik ik ook een beetje voor het uiterste stukje van mijn ooglid. En ik gebruik dan ook nog de highlight kleur van Kiko voor in mijn binnenste ooglid. Om nog extra glans te krijgen. Dit is de Miss Sporty de Miauw eyeliner. En die gebruik ik heel erg graag. Ik probeer een niet al te dikke lijn te maken. Maar soms wordt die toch wat dikker als dat ik wil. Maar in ieder geval, ik probeer hem wat subtiel te houden. En dit is een mooie kleur voor de binnenste wimperrand van Makeup Revolution. Het is een
een huidskleur. En dat geeft altijd een fris resultaat, maar niet te heftig. Het lijkt gewoon een beetje op je eigen huidskleur. Ik krul natuurlijk altijd mijn wimpers met deze Kruidvat Essentials wimperkruller. En dan gebruik ik deze budget mascara van Miss Sporty, de Fabulous Lash Mascara. Kost maar €1,99 en werkt eigenlijk prima. Weet je, verwacht er niet enorme mooie wimpers van, maar ik vind hem voor die €1,99 hartstikke goed werken. En vooral belangrijk, hij blijft heel goed zitten de hele dag en brokkelt niet. En dat vind ik wel heel erg fijn. En tot slot eindig ik met deze lipstick van Catrice van de Luminous Line, kleur 120. Wood Rose Propose. En dat is gewoon een hele mooie, ja, beetje roze, oudroze kleur. Tot slot kijk ik nog even naar de look en vind ik dat er nog toch wat extra blush bij kan. Om hem wat mooier, compleet te maken, dat het mooi in balans is. En zo is mijn look helemaal klaar. Dit is hem geworden in iets ander licht. En ik vind hem gewoon heel erg mooi, romantisch, zacht en liefelijk eigenlijk. Een hele fijne Valentijnsdag wensen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!